Oké. De tassen zijn ook even het nummertje uit, want ik ben aan het oefenen. Vandaag, mensen, grote dag, bankzitters pubquiz! En dan bankzitters karaoke. Dat doen we niet hier bij mij thuis, nee, dat doen we in Fase. Dus wij gaan nu met z'n allen naar Fase toe. En wij moesten ook opzoeken waar het was, dus je bent niet de enige. Ik heb zin om iedereen weer te zien. Yeah! 2 hours later. Zo, wat ben jij goed bezig met die techniek ook? Ik ben een echte technician, man. Is dit een vlog of zo? Ja. Is dit het eerste wat je filmt? Nee, ik had thuis gefilmd dat ik hierheen ging, dus dit is wel het eerste wat ik film. Maar wat ermee gebeurt, dat ligt natuurlijk volledig aan Anton. Het is voor de harde schijf van Antonius Cameramanus Editorius. Zo, daar gaan we misschien vanavond ook nog wat beelden voor opnemen. Je weet het, wat ik bedoel. Het enige wat me wel opviel is, er zijn 2 poesjes. Ik ruik zoute lucht. Kijk eens even, daar haal je hem toevallig. Dit is niet normaal. Wij waren in Center Park de Eemhof en dit stond toen in die soort campingshop. Zei ik, dit moeten we hebben, want dit is sowieso een leuke keer om te doen samen. Wat is dat? Flatspot. Ouderwets, gezellige tafelgesprekken. Maar ik zei, jij was er als enig niet bij, maar de rest van die gasten weet dit nog wel. Ik zei, dit moeten we hebben. Toen niet van gekomen. Maar nu staat hij dus hier alsnog. Goed verhaal. Ja, oké, bijvoorbeeld hier staat een vraag. Heb jij tijdens jouw puberteit dingen gedaan waarvan je nu nog steeds spijt hebt? Ja, zeker wel. Seksgeoriënteerd? Nee, niet seksgeoriënteerd. Heb ik geen spijt van. Ik ook niet. Maar daar moet je ook nooit spijt van hebben. Dit moet je alleen maar doen om je ervaringen uit te breiden. Je weet pas wat je niet wil als je het gedaan hebt. En je moet het pas echt doen als je zeker bent dat je gevoel bij zo'ngene hebt. En dat je ook echt achter staat met liefde. Zo zonde, want die poesjes zijn zo lief. Alleen Koen komt dan binnen en die zegt, gadverdamme katten, die moeten weg. Ik denk ook dat als we een kantoor hebben, dat die kat dan een soort van Anton is. En dat ik dan aan het begin van de dag eventjes Anton zo lekker over zijn kopje heen wrijf. Welkom bij Boos. Wie heet? Anton. Hey, Max. Max? Ik zit te lezen in het gastenboek. Hier staat bijvoorbeeld groeten de meiden uit Tilburg. Nou ja, kom nog een keer lang zou ik zeggen. PS, doe de groeten aan Max. En dan zie je met een klein poesje erachter getekend. Oh. We hebben hele fijne seks gehad. En we hopen dat Milo er ook nog een keer kan. Huh? Oh, die heb ik vanavond alvast opgeschreven. Lieve familie, we hebben genoten van het mooie huis. Het was een heerlijke week ontspanning. Groeten Kees en Monique. Een heerlijke week ontspanning. Ja, ja. Zijn hier gadverdamme, ik ben hartstikke allergisch voor geweest. Nou, er zijn 3 katten en maar 1 koen. Dus, ik heb niks te zeggen. Zitten ze weer te schooien, hoor. Wat zit je te schooien? Maar een beetje aandachtsgel in dat opzicht. En ze zijn oranje. Ik weet wel goed met ze kan klikken. Hey, we hadden net echt bijna een goede deal te pakken. Maar Roel zei dat hij deze hele zak friet kon kantelen voor 100%. 100 euro. Ja, alleen ik doe dat niet voor 100 euro. Ik maak er 200. Bankzitters maakt er 1000 van. 1000? Nee. Koen, hoeveel leg je bij? We zitten nu op 200. 1000? Hij zei 500. Bankzitters maakt er 1000 van, hij gaat die zak opeten. Ja, maar ho, wacht even, dan ga ik dit niet meer opeten. Ja. Als het niet lukt, 1000 euro. Ja, nee, daarom ga ik niet doen. Ik ga toch niet 1000 euro betalen als het niet lukt. Maar vertrouwen, je hoeft die 1000 euro niet aan ons te geven. Gewoon proberen voor 1000 euro. Nou, maar niet raak janken, ik voel me ziek. Ja, nee, daarom ga ik niet doen. Ik moet nog een pubquiz presenteren, broer. Kijk deze man. Wat ben je nou aan het doen? En dan ga ik snel naar binnen. Oh, je bent hem aan buiten te sluiten. Doei, kat. Haha, geprankt. Geprankt! Oh! Ik denk dat we zo weer binnen zijn. Waarom? Huh? Nee, dat is een andere. Dat is niet die, dat kan niet. Die kat heeft geen hif of jeer. Je kunt hem oppakken. Heeft geen hif of jeer. Een mens met hif kan je ook gewoon oppakken. En ondertussen zitten die 2 dikke hier te vreten, jongen. Het is ongekend. Ik ga bier drinken, doei. We hebben die vrouw die is verhuurd, die loopt echt net weg. Die was hier. En Roel jankt niet toch. Dat is de meeste rol. Lopfokken! En hij zo, hey, alles goed. Maar hij is zo vol met die hak zo. De hele ding. Hey Milo, kwam hier net twee dames binnen. Wat, ja, die van de waren dochters van degene die dit voor. Ja, wat vond je daarvan zo? Die waren sympathiek. Ja? Die kwam meteen even hallo zeggen. Toen ik gastvrij. Ja. Gastvrij, en eentje zou... Maar meteen naast het. Maar eentje zei ook, ik wil ook wel meedoen met karaoke, zo, wat denk je daarvan? Zo is het, we moeten erover hebben. Ik ken het, zo is het. Ik wilde meedoen met karaoke. Ja. We hadden het net over jullie, het was alleen maar negatief. Eindje natuurlijk. A few moments later. Nou goed, nu kunnen we eindelijk veilig praten. Ik merkte wel dat toen ze wisten dat Roel hun spullen aan het verneuken was, dat ze wel minder sympathiek werd. Oh ja. Vonden ze niet echt leuk ofzo? Nee. Wat zeg jij dan? Nee. Man, dat vinden vrouwen aantrekkelijk. Een beetje dominant, een beetje grof, een beetje gewoon... Borden kapot slaan, gooi ook. In de Griekse cultuur is dat echt heel goed, want dat betekent geluk. Laat eens zien dan. Dit kan echt. Roel had ook nooit verwacht dat hij zijn stuk zou vallen. Hij had nooit verwacht dat hij stuk zou vallen. Hij is kapot gegaan op de grond mayonaise. Die chicks stuurt Tikkie naar Roel en hij betaalt hem zeker. Hij mag bepalen hoe hoog hij wordt, 100 euro. Hij betaalt. Zullen we namens bankzitters hier gewoon met geld achterlaten? Ja, laten we dat doen. Ja. Zo zijn we ook alweer. Boek uitsmeren. 100 euro? Doe even normaal. Ja, maar jullie snappen wel dat als Roel een factuurtje gaat sturen, gaat hij 50 euro gewoon uit zijn zak, hè? Ja. Ik wil best 100 euro achterlaten, maar zijn 2 woorden niet genoeg. Nee.
Zullen we het met kussen doen? Nee, oké. We kunnen toch 50 euro hier ergens verstoppen, dus die hebben ze alleen als ze dit kijken. Dat is de test. Ja, nou, we weten zeker dat je kijkt. En wat vond je daarvan? Hé, maar Roel, vind jij het normaal om zomaar een bord van andere mensen kapot laten vallen? Van andere mensen? Ja. Oh, heb ik voor niks mijn eigen borden mee. Hij zijn roze borden. Ja, zijn roze borden. Vloggen. We gingen van een lol vloggen en nu zo, ja, als het leuk is, kunnen we er wat mee doen. Tering, lul, zeg. Tering, Jantje, wat een hond. Waren dat alle borden? Nee, er zijn nog meer. Ja, dat waren alle borden, dat ja, waren ons allemaal. Voor stop, ik heb maar 120 euro bij. We kunnen, we moeten stoppen. Dit is echt kut. Ik ga nu stoppen met filmen, want anders blijft dit huis helemaal niks. Ah! Dit zijn porno banken trouwens. Oh, dit is wel, ja, casting couch. Ja, maar goed. Milo, met die mensen die hier net waren, die bank? Ja, dat is een. Die hebben dat dan sowieso een keer op gedaan. Seks! Even, je wil ja, een spelletje doen. We hebben dit spel al gezien in Centerparks de Emel. Dat was sowieso echt een goed spel. Daar hebben we het niet gedaan. Nou, over Centerparks de Emel gesproken. Wat een depressieve plek. Nu zijn we hier in Vaassen. Zijn we. Nou, echt. Ik heb helemaal naar mijn zin. Kijk nou, een kerstboom. Dit was 10 januari. Ik pak de eerste vraag voor Rob. De belasting maakt een fout en stoort 100.000 euro op jouw bankrekening. Ga je het melden? Belasting is natuurlijk niet. Stoer. Welke synoniemen ken je voor seks hebben? Leuke palen. De liefdebedrijf. Stoten pompen. Iets wat jij niet doet. Wat vind jij van de dood? Ik moet echt erbij naar boeken komen. Ik ken al een paar. Als je één iemand wil hebben en niet de doodstraf, maar wel zeg maar op een eiland voor de rest er maar niemand is en geen eten en drinken. Nou, ik heb al iemand in mijn hoofd. Ja, maar die kan ik niet in de video zeggen. Nou, omdat er heel veel Ajax supporters deze video kijken en hij van Ajax is. Zo d***, man. Hij heeft hem niet fout gedaan. Nee, volgende vraag. Vraag voor Matty. Op welk lichaamsdeel ben je het meest trots? Een hele complex daar. Complex! Hoe word jij geheten als je je eigen naam mocht bepalen? Mijn tweede naam is dus Sebastian. En ik vind dat best een leuke naam. Gadverdamme. Echt een MAVO-naam. Ja. Koen. Een MAVO-naam. Dat is wel te lang voor MAVO. Dan kun je een spel op een MAVO-naam. Heb je liever een week lang hoofdluis of schaamluis? Jij hebt sowieso meer haar dan ik daar. Doe even een vergelijk. Dat is helemaal niet raar verder. Zo, maar je hebt echt vandaag geschoold. Nee, gisteren. Maar waarom? Had je iets te doen? Nee, maar is gewoon, ik vind dat fris. En er is ook zo op teruggekomen. Nog een jaar geleden. De apenshot werd afgetapt en dat hoer waar. Over gesproken. Apenshot. Apenshot, die hebben ons zo'n doos gestuurd. Echt, was die zo groot? Ik had geen flauw idee. Ik dacht gewoon 6 flessen, maar goed. A few inches later. Koen, Pupquiz staat erop. Hoe voel je je nu? Ja, ik weet niet wat. Nee, niet die kat weer. Oh, nee. Zou die kat Beffend kunnen laten klaarkomen? Wat de fuck lul jij, ouwe. Fuck. Nee, is dit een grap? Nee, dat. Ah, god, ga weer een bord kapot. Wat doet deze knop ook? Kun je Yusuf doen die een KPN-abonnement wil afsluiten? Ja, maar Yusuf, van KPN, heb je internet? Snel! Of niet? KPN is wel snel! Wil je overstappen? Ah, fuck! Het is alsof er een spin op mijn hoofd. Au. Ah, nee, hij wil me niet. Ah, vis. Nee. Poesje, miauw, kom eens gauw. Ik heb lekkere melk. Nee, ik ga dit echt niet doen met een poesnaam. Mensen, het is 1 uur 's nachts en er staat een hond in ons huis. Er staat vandaag geen paard in de gang, maar een hond in de woonkamer. Ik heb die hond 4 tukjes gegeven en die hond en ik nu best friends. Hé, Dagoe, kom eens. Dagoe, ja, jij houdt van mij en ik geef jou tukjes, hè. Ja. Godverdomme, het is geen hond. Het is Davina Michel. Ja? Je hebt hele dikke tieten. Ja. Die zijn lekker op de barbecue. Ja, dat is goed. Ik ga erop. Een soort filet. Ik weet het wel. Dus... Daar gingen de knoopjes. Oh, wat tieten, man. Je hebt spektietjes. Lekker tieten. Het lijkt een soort octopus. Heb je ook wel eens bij iemand die jullie lief hebben zo hard in de borst geknepen dat de blauwe plek kwam? Ja, bij je moeder, man. Het is zover. Ik sta daar vol over mee gegaan van de 12 saboeken die ik heb genomen. Komt die hond aan, die wil mijn kots opeten. Oh, jij hebt ook een kots. Ja, echt veel ook. Ah, die hond is aan het chappen. Ik heb nog nooit zoveel saboeken in mijn leven opgehaald. Baasje. En niet die oude, maar die jongen. Ik vind dat ik moe ben. Ja, we hebben echt weer alles gegeven vanavond. Dat is echt wel weer, we hebben weer onszelf... Nou, we laten zien dat we echt keiharde arbeiders zijn. We werken niet van 9 tot 5, we werken van 5 tot 9. Oh. Valenciaga! Ik lijkt echt op Brent. Luister, Brent, als je dit kijkt. Het is toch ongelooflijk jammer dat je dat nummer bij mij hebt gemaakt, hè? Want dan was je zeg maar wel populair geworden. Tomorrow. Katertje? Nee. Kijk, ik heb natuurlijk als een roosje geslapen naast Milo. Katertje? Nou, nee, dat niet even zin, maar ik heb net wel gruwelijk zitten scheiden hier. Let op. Deze knop is voor Dylan. Ja. En deze knop zou ik er voor deze. Deze voor buiten. Dit was zo'n bizar mysterie. Oh, bij deze nog naar. Ja, zoeken in alle hoeken. Vervolgens, handdoekje in de ring, hè. We waren er klaar mee. We denken, fuck it, het is 4:30 gaan slapen. We doen het gordijn dicht. We liggen dus een minuutje of 5 in bed.
gaat hij uit. Bewegingssensor. Heb ik jullie helaas gezoeken? Bewegingssensor. En het mooie is, hoe langer je zoekt, hoe langer het duurt voordat hij uitgaat. Op die apps op te zoeken naar affectie. Beste partner, je streeft naar perfectie. In mijn huis wilde jij mijn zusje regelen. Nul interesse, dus je barfde op de tegels in.